Marino Hofland, ja, dit wordt de laatste kans voor jou. Ja, voor mij. Ik denk dat we vandaag gaan voor Andries Mensen. En ik denk dat hij, ja, hij is zo snel dan mij. Dus hij maakt wel een kans om te winnen. Dus we gaan er vol voor. Ja, dat heb je al een paar keer gezegd. We gaan voor Kruipel sprinten. En toch zat jij ook in die etappes bij de eerste drie. Ja, de eerste dag toen, toen wist je het nog niet echt. Maar ja, afgelopen dagen ging voor hem eigenlijk best wel goed. Dus hij wil graag nog een keer sprinten. En vandaag is een uitgelezen kans voor hem. En ja, ik stond ook goed voor het klassement voor natuurlijk, tot gisteren. Dus dat was ook een beetje de reden waarom ik ook kon sprinten. Secondes te pakken. Alleen helaas had ik niet mijn beste dag gisteren. Dus heb ik tijd verloren en het klassement ben ik natuurlijk weggezakt. Dus we gaan vandaag voor behandelen. Succes. Is goed.